Wanneer? We zijn er weer. Oh. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag ben ik met Nanne Meijer. Hoi. Klopt ze nog? Dat ja. Ruik je hem? Nee, echt niet. Nee? Heb je er zin in? Nou ja, ik heb er zin in, maar het is heftig in het busje en met jou achter het stuur. Ik moet echt... Je bent onwijs druk, waar ben je allemaal mee bezig? Ja, gewoon een beetje het gebruikelijke, dus optimist, ook najaar doen we dat. Aan het einde van de week praten over wat er allemaal gebeurd is, lekker babbelen, super fijn. Ja. Lieve mensen, goedemorgen. Zeg ik met echt een ongelooflijk brak hoofd. En ik ben voor het eerst bezig met muziek maken. Met zingen, met hopelijk covers of echt eigen nummers uitbrengen. Ja, dat is super tof. Schat, je moet schakelen. Oh, sorry, ja, het staat dus 2. Je moet naar z'n 3. Ik moet naar z'n 3. Oké, thanks. Ja, top. Wij gaan iemand blij maken met een droomreis ter waarde van 7500 euro. Like what? Maar het enige wat wij weten is dat de prijswinnaar van de Vriendenloterij in Woerden woont. Dus verder weten we niets. We weten niet waar hij of zij is. En wij moeten dus ook diegene binnen een uur met een smoesje naar de prijs zien te lokken. En we weten niet eens waar de prijs is. Alsof het nog niet moeilijk genoeg is, moeten wij de prijswinnaar binnen een uur het woord bikini laten zeggen. Bikini? Bikini. Gewoon random bikini? Bikini. En wat als dat niet lukt dan? Dan krijgen wij een tegenprestatie. Maar wij krijgen wel een telefoon mee, daar staan wat hints op en daar moeten wij het mee doen. Okay. Denk je dat dat gaat lukken? Nee, we gaan dit gewoon doen. Punt. Dit gaan we doen. Dat moet het zijn. Bam. Okay. We hebben hier de telefoon. Mm-hmm. De naam van de winnaar. Giovanna. Ja, oké. Giovanna, vrouw. Een vrouw, ja. Oké. Ja. Locatieprijs. Mm-hmm. Dus, we moeten haar dus zien te krijgen op kasteel 3 in Woerden. Oh, de vriend. Is dat haar vriend? Oh nee, Claudia. Oké, dus we gaan Claudia bellen. Uh-huh. Dat is het eerste wat we moeten doen. Tegenprestatie. Oh nee, ik wil het niet weten. Slagroom likken. Wat ordinair. Oh, de tijd loopt. Oké, we gaan. Claudia gaan we bellen. Vriendin van Giovanna. Mm-hmm. Even dingetjes die handig zijn, hobby's, waar ze op dit moment is. Wat ze normaal gesproken op die tijdstip zou doen. Wat ze nu deze middag zou doen. Beter neemt ze op hoor. Oh Claudia, doe dit ons niet aan. Met mij. Hallo, spreken wij met Claudia? Ja, klopt. Hallo, met Ingrid en Nanne van de Vriendenloterij. Wij zouden even bellen, omdat wij inderdaad Giovanna willen verrassen. En daarvoor hebben wij wel wat vragen. Want weet jij misschien waar zij op dit moment zou kunnen zijn? In de stad. Als ze boodschappen gaat doen, gaat ze naar zo'n Marokkaans winkeltje. En met wie zou zij nu in de stad zijn dan? Ja, misschien met haar zoon. Met haar zoon. Ze heeft een zoontje. En hoe oud is die? Nee, zoon. Oh, zoon. Oké. 24. Oh, 24. Is hij nog vrijgezel? Ja. En heeft ze veel vrienden waarmee ze s'avonds ook wel eens iets leuks gaat doen? Of een verrassing? Ja, vriendinnen. Okay. Ja, nou heel leuk, maar is dit er relevant? Ja, we moeten toch een manier... Je hebt een uur, ga je lessen? Ze belt later nog een keertje terug voor alle onnodige details. Mogen wij later nog even terugbellen? Ja. Oké. Dankjewel Claudia. Hallo. Zomaar doe je zo. Nee, kijk, we hebben een uur de tijd. Je gaat gewoon lekker babbelen over het leven. Zit je goed in je vel trouwens? Ja, het maakt niet uit, maar ik wil het wel even weten. Oké, we gaan wel een uur. Nee, wacht nou even. Ja, we moeten mijn plan bedenken. Oké. Als we haar vinden, ja? Dan ook al is ze koffie aan het doen, we moeten dan een manier vinden waarop zij uiteindelijk naar kasteel nummer 3 komt. Ik vind het ook leuk dat ze een zoon heeft van 24. Dat vond ik wel leuk om te weten. We doen alsof we modellenscout zijn en zeggen tegen de jongen, hey, we hebben een scoutingdag bij het kasteel. Wat ben jij knap, kom met ons mee. Oh, en je moeder, ja, neem je moeder ook mee. Dat is oké. Ik vind het goed. Ja? Ik vind het goed. Mag ik wat vragen? Ja. Het centrum van Woerden van een 4, is dat ongeveer dat. Zo? Ja. Oké, top. Dan gaan we die kant op. Gaan we vast lopen. We lopen gewoon met u mee. Hoe zit u in de vel, Nella? We moeten het gewoon vragen aan mensen. Goedemiddag, mogen we u wat vragen? Ja. Wij zijn op zoek naar een Marokkaanse supermarkt hier in Woerden. Tegenover, ja, zeg maar, de parkeerterrein van Albert Heijn. Super, dank u wel. Dank u wel, doei. Bedankt. Oké, hier Rijnstraat. De Rijnstraat in. Oh, ik buk ook, dat is niet nodig. Maar wacht. Als we haar vinden, hebben we geen plan. Check of ze het is, langslopen, wacht tot ze naar buiten is en dan zeggen, hou je zo'n modelscouts. Ja, maar hoe weten we ze? Ja, dat is waar. Kunnen we kijken naar haar. Nee, alleen. Geen zoon te bekennen. Meneer, we zijn er weer. Meneer, wij zijn op zoek naar een Italiaanse vrouw.
niet zo groot. Ze winkelt hier vaak. En ze heeft een zoon van 24. Nee, ik ken hem. Oké, okay. Is echt een doodlopend eind. Super, nou in ieder geval bedankt voor je tijd. Dank u wel, hè. Waarom ben je aan het lachen? Ja, je hebt je hoofd gestoten, ik zweet me helemaal kapot. En dat op mijn eerste date straks met de zoon van Giovanna. Ja, we moeten meer weten. Je kapt me af. Sorry, het spijt me. Excuus. Maakt niet uit. Oh, Claudia neemt niet meer op. Alsjeblieft, Claudia. Nou, ze neemt niet op. Oké, we doen het nog één keer. Jawel, Claudia moet opnemen. Kom op, Claudia. Zo doen vrouwen dat dus, hè? Neem niet op. Ik ga nog een keer bellen. Ja. Direct nog een keer. Plan, we gaan het straatje in. We gaan naar het plein. We gaan afzoeken naar moeder-zoon. Pas op voor je hoofd. Geen tijd voor. Nee, geen tijd voor. We komen rennen. Los. We worden gebeld, we worden gebeld. Hoi, met Igit. Hoi, sorry, ik had gemist. Ja, dat klopt. Wij zijn het nog een keer. Ja, we zijn natuurlijk op zoek naar Giovanna, maar ze is niet bij de supermarkt. Nou gaan wij op zoek naar het plein, maar we weten eigenlijk helemaal niet hoe ze eruit ziet. Behalve dat het een mooie vrouw is, klein, Italiaans. Ze heeft zwart kort haar. Zwart kort haar. Ja, je kan haar echt niet missen op zo'n plein, hoor. Oké, okay, dan weten we even genoeg. Doei. Oké, okay, en go. Tempo. Tempo, tempo, ja? Tempo. Ja, tempo. Oh, pas op, hond. Ze kijkt wel. Nee, maar... Nee? Hij is 24. Nee, dat is er niet meer. Het is net wie ben ik? Alle vrouwen met de kort kaps moeten blijven staan. Kijk, daarachter hier zit een cafeetje. Ja, ik zie ze. Een beetje change of plans. Ja, we zijn op zoek naar diverse mannen voor een commercial. Goeie. Zouden we je heel even op de vlog mogen zetten. Ja. Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrouwen die in badkleding. Draagt je altijd een badpak of draagt u toevallig een, hoe heet het ook weer? Ze moet bikini zeggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, ik zal me even voorstellen. Ik ben Ingrid. Wij zijn van een modellenbureau. En wij zoeken diverse mannen voor een commerciële shoot. En de vraag is of je het eventueel leuk zou vinden om straks even mee te gaan voor een testfotoshoot. Ja, leuk. Ja? Ja. Dat is, ik zal even het adres, dat is Kasteel 3 in Woerden. Weet u dat toevallig te vinden? Zo'n kasteel daar. Ja, precies. Misschien een idee omdat over 10 minuutjes als jullie daar naartoe komen is. Ja, ja, is dat oké? Okay? Daarna zijn we ook op zoek naar vrouwen. De vraag is wel dat het in badkleding is. Dragen jullie meestal een badpak of, hoe heet dat ook alweer? Niet een badpak, maar een... Een bikini. Ja. Ik kom er gewoon niet op. Nee, het is een grapje. Het is een grapje. Dan gaan wij vast die kant op, gaan we vast even de beelden laten zien en dan gaan we het allemaal klaarzetten. High five. Dan is het nog de vraag dat zij op tijd komen. Waar is het kasteel? Het is nog 6 minuten lopen. Gaan we rennen? Ja, laten we rennen. Hier, kijk, kasteel. Oh, helemaal kapot, wat jij? Nee, niks. En we zien... Mobistar! Ja! Yeah. High five. Top! Nou, ze komen eraan. En dat betekent dat we ruim in de tijd zitten. Ik zie een verbaasd gezicht en een kleine glimlach. Hallo! Kom even tussen ons in staan. Je ziet natuurlijk van alles hier gebeuren. Dit alles was eigenlijk één grote smoes om jou hier naartoe te halen. Want in plaats van een fotoshoot mag ik je deze fantastische cheque overhandigen. Oké. En je mag hem eruit halen. Je hebt namelijk... Zit ik nou ergens bij een... Een droomreis gewonnen van 7500 euro. Dat meen je niet. Gewoon vast. Gefeliciteerd. Ja, echt waar. Waar gaan we naartoe? Dat mag je helemaal zelf bepalen. Oh, help. Wie gaat er mee op reis? Claudia, je mag mee op reis. Ik ga wel even vertellen. Sorry, andere keer. Claudia zat in het complot. Wat de f***? Maar gefeliciteerd! Ja, gaan we feliciteren! Omhels elkaar! Doos! Echt? Komt het goed uit? Het komt heel goed uit. Ja? Ja. Is het een lange tijd geleden dat je op de passen bent geweest? Heel lang geleden. Maar ik ben ook herstellend van een hele zware schouderoperatie. Oh jeetje. Ik ben weer begonnen met werken en zo. Dus het is een heftige periode gehad. Dus dit komt wel heel erg mooi uit. Ik heb een beetje het idee dat het een grap is. Nee. Het is... De hele smoes was een grap. Maar de reis is echt waar. Nou, dat vind ik super. Je gaat lekker genieten. We hadden een beetje een moeilijke start. Maar het is helemaal goed gekomen, toch? Zeker. Ik vond het tof. Heel tof. En vond jij nou ook leuk? Vergeet hem dan niet te liken. En dat doe je, Mobidor. Duimpje omhoog. En de vorige video met Kai van der Voort vind je hieronder. Ja. En vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende. Hoi hoi. Cheers. Cheers. Oh. Ha ha ha.